Action time! Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In vandaag's video gaan wij niet alleen gooien, maar we gaan een review, unboxing doen en testen van een Maxdoor koptelefoon. Dit is een stereo headset, Enjoy Wireless Mobility. Dus dit is een complete nieuwe variant van de voorgaande modellen. Ik heb ook andere Maxdoor reviews gemaakt, maar deze, ik was hier wel erg benieuwd naar. Maxdoor is een merk wat overigens veel verkocht wordt bij de Action, al jarenlang muizen, ze hebben van alles, Bluetooth speakers. Maar wat gaan we krijgen met deze Bluetooth handsfree? Want ja mensen, dit is een draadloze koptelefoon. Persoonlijk ben ik altijd wel heel erg benieuwd wat we gaan krijgen met deze draadloze goedkope koptelefoons. Tuurlijk, je kan het niet met een koptelefoon van 300 euro vergelijken. Maar ondanks dat zijn ze soms verrassend goed. En dat is ook de reden waarom ik deze reviews maak en uiteraard om jullie te helpen. Hij heeft een ingebouwde microfoon. Hij kan aangesloten worden op je telefoon of laptop. Uiteraard zou je wel Bluetooth moeten hebben. En Stream Wireless. Ja, dat is een beetje apart. Het is Bluetooth, hij is draadloos. Ja, daw. Als je hem niet gebruikt, kun je hem 250 uur gewoon laten liggen. Oftewel een standby time. Maar je kan hem 5 uurtjes gebruiken als je hem continu laat spelen. Daarnaast heeft de bediening op de koptelefoon zelf zitten. En dat is iets wat we eventjes gaan uitproberen. Want daar ben ik ook benieuwd naar. Laten we even snel kijken naar de specificaties. Hij heeft een Bluetooth versie 5.0. Daarnaast heeft hij een oplaadtijd van 2 uur. Hij heeft ook nog een afstand van ongeveer 10 meter in openlucht dat hij kan werken. Dus afstand vanuit de telefoon en de koptelefoon. Hij heeft een 40 mm speakers. Dat uiteindelijk op een frequentie van 20 Hz tot 20.000 Hz werkt. Oké, laten we eens even kijken naar de verpakking. Want de verpakking is wel iets heel anders dan normaal. Normaal krijgen we altijd een kartonnen verpakking. Nu krijgen we een verplastic verpakking. Alright, even kijken. Wat hebben we hier zo? Dit stickertje is al los zo te zien. Deze is bijna los. Die gaan we dan even los snijden. En dan hebben we deze laatste. Dat is nog altijd meestal de leukste. Even kijken, want... Kijk. Dit wordt echt weer zo'n moment van aanklieren. Of dat we hem los krijgen zonder heel de verpakking te vernachelen. Kom. Ja. Jongens. Kom, heel voorzichtig. Ja, deze kant is ook los. Even luppen, zoals we het noemen. En dit moet hem zijn. Yeah! Geweldige plastic verpakking. Draaien. Hey, we hebben een handleiding. Zo, dit is dan de handleiding met wat instructies, hoe die werkt, hoe de bediening is. Ja, gaan we dit serieus bespreken? Dacht het niet. Ik laat het je gewoon zien in deze video. Voor de rest de koptelefoon zelf. Gaan we zo meteen even verder naar kijken. Dat mesje, dat kan weg. Opbokken. Even kijken, we moeten deze wel openmaken. Wat is er nou voor een verpakking? Dus dan moet ik deze losmaken om bij mijn kabel te kunnen. Maar weet je wat me opviel? Zoals je hier kan zien zit er een micro USB in voor te laden en een jackkabel. Ja, lekker boeien, daar rek ik genoeg van. Maar dan is de vraag, waarom hebben wij de jackkabel nodig? En dit is wat deze koptelefoon toch best wel bijzonder maakt. Dus hij is draadloos, maar daarnaast, zoals je hier kunt zien, kun je hem ook gewoon gebruiken als een normale koptelefoon. En dat vind ik wel heel interessant. Heb je zoiets mezelf van, ik heb net te weinig even een... Ik heb hem te weinig geladen of ik gebruik hem al te lang en hij is leeg. Kan je hem altijd even snel aansluiten op de ouderwetse methode. Dus dat vind ik tof. Dus dat is iets wat we ook zeker even gaan proberen. Voor de rest, zoals je ziet, hij is bekleed met een soort skyleer. Zeg maar een soort nepleer. Ziet er echt wel mooi uit. Mooie stiksels. Het ziet er echt allemaal heel netjes uit. Het is allemaal gemaakt van plastic. Hij is heel makkelijk op maat te maken. Deze kun je een soort van inklappen, wat je inklappen noemt. Ik kan het niet zo doen. Dat is het enige wat je zou kunnen proberen. Maar ja, niet dat dat veel uitmaakt. Voor de rest, er zit een klikmechanisme in. Ik ben ook wel benieuwd hoe lang dat heel blijft. Hier inderdaad, zoals de beschrijving heb verteld, kunnen we spelen. Je kan ook eventueel je telefoon mee opnemen. Volgend nummer. En we hebben hier volumeregeling. Dus alles op de koptelefoon. Je hebt geen losse prulkabeltjes of een afstandsbedieningetje. Alles kan je bedienen vanuit je koptelefoon. Oké, maar hoe ga je hem dan koppelen met de Bluetooth? Dat is vrij simpel. Je houdt de pauzeknop ingedrukt. Ik denk niet dat je het hoort, maar dan zegt hij power on. Het ledje gaat hier knipperen. Dat betekent dat hij in de zoekmode staat. Ik pak mijn telefoon er eventjes bij. Zet mijn Bluetooth aan. Eventjes wachten.
Hij ging mijn tv. Nee, ik moet niet mijn tv hebben. Ja, oké. Okay. Dan gaat hij zoeken. Even kijken, daar is hij. Gaan we koppelen. En ik hoor hem daar praten. Dus dat betekent dat hij gekoppeld is. Alright, laten we eens gaan proberen. Maar goed, wat gaan we dan eigenlijk krijgen met de passing op zich? Hij zit echt lekker op mijn hoofd. Ape vindt het prima, dat heeft hij me net verteld. Nee, maar weet je, het is om even een idee te geven wat hij doet. Je kan hem heel gemakkelijk instellen. Klein hoofd, groot hoofd, het maakt niet uit. Alleen dat knopjes indrukken, dat vind ik nogal een probleem. Want je moet hartstikke hard drukken, wil je hem eindelijk indrukken. En dat is dus echt wel een heel groot nadeel. Voor de rest, inderdaad, hij zit al comfortabel. Maar hij zit niet over mijn oor, hij zit op mijn oor. Dus dat vind ik dan ook weer een nadeel, want de schelpen zijn een beetje klein. Voor de rest, hij zit redelijk comfortabel. Dus voor een langere tijd te gebruiken is het zeker een goede optie. Oké, zo, dit is wat we gaan krijgen voor het geld. Nou, wat krijgen we voor de geluidskwaliteit? Nou, dat is ook vrij simpel. Het geluidskwaliteit is echt niet verkeerd. Tuurlijk, het is niet te vergelijken met een Razer koptelefoon of een ander merk. Immers, het is een goedkope budget koptelefoon. Hij is zelfs draadloos met Bluetooth en dat werkt gewoon geweldig. Het werkt gewoon heel gemakkelijk, heb je laten zien. Je kon hem zo verbinden zonder enkele problemen. Wil je hem, en heb ik ook geprobeerd, via de jack-aansluiting, werkt gewoon plug and play. Hij herkent hem gelijk, hij schakelt meteen over. En dat is op zich qua geluidskwaliteit was er ook niet echt een mega verschil. Voor de rest de bouwkwaliteit, dat is ook wat je kan verwachten voor een koptelefoon. Ondanks dat, ja, er zijn nog best wat opties. Je kan hem in principe in verschillende standen zetten, dus dat is wel tof. Alleen, er is een paar dingetjes waar ik niet echt heel blij mee ben. Om te beginnen, de schelpjes of de oorschelpen zijn niet heel groot. En ik vind het niet fijn, want hij ligt meer op mijn oor dan eroverheen. Bijvoorbeeld, bij de Razer die ik heb, zoals je ziet, zijn deze hartstikke groot. Dus dat is iets wat je even in gedachten moet houden. Voor kinderen bijvoorbeeld zou dat gewoon prima zijn. Daarnaast heb je hier een soort skylayer en ja, ik krijg er gewoon een zweethoofd van. Echt, ik vind het helemaal niet heel fijn. Dat is daarentegen. Het is wel beter om schoon te houden. Maar bijvoorbeeld met de Razer die ik hier heb, is het gewoon heel fijn. Dit stof kan je ook gewoon schoonmaken. Kijk, deze twee kan je er gewoon uithalen. Kan je overigens, zover ik weet, bij deze dus weer niet. Dus dat zijn alweer kleine verschilletjes. Ik vind persoonlijk grote oorschelpen vind ik heel erg fijn. Heb je bij deze dus niet. Maar dit is wat je gaat krijgen. Beetje te veel bas. Maar goed, als je dat leuk vindt, is het gewoon niet mis. Voor de rest, het werkt perfect. Het klinkt best goed voor het geld. Dus dat is wat je gaat krijgen. Nou, ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat dit een review was waar je wat aan had. En dat is uiteindelijk ook het doel van deze filmpjes. Dat ik je help met het beslissing maken voor een product te kopen. Ik zou zeggen, druk eventjes op het belletje en subscribe to the channel. Of eigenlijk is het subscriben en druk op het belletje. En geef deze video een duimpje omhoog. Heb je vragen? Mag je altijd even een berichtje achterlaten. En dan zie ik jou weer in de volgende video. En misschien is er weer tijd voor action.